Ja, we staan nou hier in Stadshart Zoetermeer. Alles wat je hartje begeert, Stadshart Zoetermeer. Dat was de city slogan in die tijd. En hier heb ik mijn eerste camera gekocht, bij de Kinorama hier beneden. De eerste foto gemaakt, dat was van ons paard, Paulien. De eerste was onscherp, maar bij de tweede had ik de scherpstelring gevonden. Die was meteen ragscherp. En ja, een steile learning curve, zullen we maar zeggen. En vanaf die tijd was ik daar goed in, scherpe foto's. Zo, zullen we nog twee andere hele spectaculaire plekken gaan bekijken in Zoetermeer? Waarom wil je ons nou de Mandelabrug laten zien? Ja, die Mandelabrug, dat is voor mij iconisch in Zoetermeer. Ik ben er echt 2000 keer denk ik overheen gefietst, want ik woonde daar en daar was de boerderij en een coffeeshop, Casa, de enige in Zoetermeer, dus daar wilde ik heel graag heen. Het lijkt in niets op Nelson Mandela. Waarom vernoem je hem niet naar iemand die gewoon lokaal zich hard heeft gemaakt en die lokale beroemdheid? Als je hem ziet, dan lijkt hij als twee druppels water op Hilbrand Nabijn. Hij is opportunistisch, hij is lomp. Dit zijn echte Zoetermeerdenaars. We hebben dit ook al 2000 keer gedaan. Ik ben fotograaf geworden. Ja. En ben ik benoemd tot fotograaf des Vaderlands. Nou, dit is dus de bakkerswinkel in Zoetermeer. Hier heb ik mijn zuurverdiende centen verdiend voor die Fujika spiegelreflexcamera. En ja, dit is dus het mooiste plekje van Zoetermeer. Hier heb je nog die oude historische geveltjes. En ja, ik was hier een jaar geleden, was ik hier trouwens op de landelijke tackledag. Daar had ik Eddie gefotografeerd. Eddie met zijn tackle en ja, het is echt een schitterende foto. Je ziet Eddie en de kleine tackle en ja, dit is een van de dingen in Zoetermeer dat ze zo'n landelijke tackledag organiseren. En je kan hier heel goed skiën van een afvalberg. Daar staat Zoetermeer ook bekend om. Dus in bepaalde niches is Zoetermeer wel echt de mooiste gemeente van Nederland.